Ik weet niet of jullie iets opvalt, maar mij viel in ieder geval wel wat op. Dus ik ga het maar gewoon eventjes zeggen voordat je opeens denkt van, wat de hel heeft Teske dus haar tanden? Ik heb een stukje bosbes tussen mijn tanden. Ik lachte mezelf nog uit toen ik de video terugzag, zeker omdat ik wist dat er nog een video opgenomen was die ook nog online komt, waarbij ik datzelfde stukje bosbes tussen mijn tanden heb. Dus als je er erg veel last van hebt, dan kan je beter de video niet kijken. En veel plezier met de video. Het leek me weer eens leuk om een dare Teske te maken, waarin ik een heleboel van jullie uitdagingen uitvoer. Ik heb een foto gepost op Instagram. Het gaat maar door en door. Elke seconde wordt er weer een nieuwe uitdaging geplaatst. Er zijn nu 823 reacties. Als je me niet volgt op Instagram, Teske de Scheffer. Ik heb er een heleboel uitgezocht die ik graag wil doen. Dus ik ga snel beginnen. En er zitten weer echt belachelijke dingen bij. Dus have fun alvast. X-Carlot zegt, laat de foto 34 uit je fotolijst op je telefoon zien. Oh, spannend. Ik weet niet wat voor foto dat is. Laten we eens even kijken. Ik heb echt super veel foto's op mijn mobiel staan. Ik denk wel 2000. Nummer 34 uit mijn fotolijst is deze foto. Deze is gemaakt op 14 maart 2012. Wow. En dit ben ik. Ik doe zo. En een hele grappige jongen genaamd Mert. Ik zou niet weten wie het is. Heeft er een tongetje bij getekend dat ik soort van aan mijn vinger lik. Hij stuurde dit toen naar me en dat vond ik heel grappig en toen heb ik hem bewaard. Hij heeft trouwens ook nog een andere versie gemaakt. Kijk, dit is een andere tong. Laagstreep Meerte zegt, pak het eerste ding rechts van je en zing er een liedje over. Oké, okay, hier aan deze kant is echt nul dingen. Dus dan ga ik eventjes naar achter reiken. En dan is het eerste ding wat ik pak is de schoen van Mert. Oké, okay, here we go. Dit is een schoen. Een schoen van mijn liefste vriendje. Hij heeft hem al lang, zo lang dat hij kapot is. Dit is een schoen van mijn liefste vriendje. Hij draagt hem niet meer en is niet deel van ons interieur. Oh. Oké, ik heb mijn best gedaan. Dag schoen. Experion met heel veel gekke cijfers dingetjes zegt, doe een handstand. Dat wil ik best doen. Laatste keer dat ik een handstand deed was ongeveer een half jaar geleden bij yoga. Dit komt vast goed. Ik ga het daar doen tegen de muur. Oh ja, ik heb een joggingbroek aan. Don't judge me please. Oh shit, ik denk dat het best wel moeilijk gaat zijn. Ik doe een ellebogenstand. Ik hoop dat je het goed vindt. Oh nee. Oh, moeilijk. Seriously. Sorry, ik heb je opdracht niet kunnen uitvoeren. Dit was echt bizar moeilijk. Ik ben gelijk helemaal rood. Elise van Lommel zegt, neem het eerste blauwe ding dat je vindt en vertel er een verhaal over. Blauw. Oh, ik zie wel iets blauws. Dit is een paraplu. Ik was een tijdje terug als ik bij Vera Camilla. En toen regende het heel hard. En ik zei heel stoer van, nee, ik ga wel door de regen. I don't care. En toen zei ze heel bezorgd tegen me, Teske, ik moet een paraplu meenemen. Neem nou gewoon een paraplu mee. Hier heb je een paraplu van mij. Dus ik zei, nee, Vera hoeft echt niet. Hoeft echt niet. En Vera zei, jawel, pak hem, neem hem. En toen zei ik, oké. Dus ik neem deze paraplu en ik ga ermee naar buiten. Ik trotseer de regen, de erge regen die aan het regenen is. En ik klap hem uit en ik zie dat hij al een beetje krakkemikkig is, deze paraplu. En er komt een windvlaag en de hele paraplu is kapot. Dus ik sta buiten en ik moet naar huis lopen. En ik heb een soort van ruzie bijna gemaakt om of ik nou wel of niet een paraplu meeneem. En uiteindelijk sta ik buiten met een kapotte paraplu. En nu ligt hij hier nog steeds. Ik heb er nog geen afscheid van kunnen nemen. EV Heidorn zegt, drink of eet een shotglaasje vol citroensap. Wil ik dit doen? Nee, maar ik ga het wel doen. Ik heb geen shotglaasjes thuis, maar ik heb wel dit schattige theezakjebakje. Theezakjebakje. Hier heb ik mijn citroensap. Ik denk dat dit ongeveer overeenkomt met de hoeveelheid van een shotglaasje. Oh nee, dit is nu al te veel. Ga ik dit echt doen? Waarom ruikt dit naar wasmiddel? Bon appetit. Cheers. Oh. Oh, ik heb allemaal wondjes op mijn lippen en het prikt zo erg. Oh, is dit niet super slecht voor mijn ingewanden? Ik ben wel gelijk wakker. Lisa H. zegt, bel Saske en of Alwin en begin Chinees te praten. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe ik Chinees praat, maar als ik het ga translate op Google Translate, dan zie ik waarschijnlijk allemaal tekens. Dus ik ga een andere taal zoeken die ik wel kan uitspreken. En dan ga ik dat voorlezen. Oké, dus ik ga IJslands praten. Dit is vertaald door Google Translate, dus als ik iets fout doe, don't blame me. En ik ga zeggen tegen Saske, hoe is het met je? Met mij is het goed. Voor je volgende verjaardag krijg je een taart. Calling Saske. Hi. Vernig Irpu. Miomir Ipored, Virir Nista of Melipit, Bifiru Kuku. Oké, thanks. Nou, succes nog. Oké, doei, Nese. Weet je wat ik net tegen je zei? Nee, wat zei je? Ik zei voor je volgende verjaardag krijg je een taart. Wat voor taal denk je dat het was? Kuku. Kuku. Dat zijn
Oh, iets met poepoekoekoe. Poepoekoekoe. Alweer zeggen boeblikoekoeliaans, maar dat bestaat niet, hè? Boeblikoekoeliaans? Hindoestaans. Nee, het was IJsland. Vanaf nu als we taart eten noemen we het koekoe. Oké, doei, koekoe. Marcianne Hirsch zegt, zing lievelings in het Frans. Dat vind ik superleuk, want ik heb lievelings natuurlijk oorspronkelijk vertaald vanuit het Duits naar het Nederlands. En die ga ik dus van het Nederlands naar het Frans vertalen. Let's do this. Wederom gebruik ik Google Translate. Dit gaat me op eigen kracht niet lukken. Parfois je me perds à nouveau au navire à la. Avec vous à naviguer, toi tu me insulte toi. Bonjour chérie, je trouve une telle chose amusante. Merci chérie. Parce que vous êtes allé pour moi. Dit zijn opeens veel te veel woorden voor een liedje. Ik vond het wel een klein beetje schattig klinken eigenlijk. Zou best wel leuk klinken, denk ik, in het Frans. X Siltje zegt, laat een gênante foto zien van jou in je telefoon. Ik weet niet of ik echt hele gênante foto's heb. Want ik ben best wel makkelijk, zeg maar, ook in video's. Dan zit ik heel vaak zo. Maar ik zal toch even mijn best doen voor jullie. Oh, ik kan wel laten zien wat het icoontje is van de groepsapp met Saskia en Alwin. Ik verander hem om de paar maanden. En hij is altijd erg mooi. Ik doe er heel erg mijn best op. Vaak op de dagen dat ik er het meest knap uitzie. En dit is hem op het moment. Toppie! Ik lijk geen eens op mezelf. Dit is toch gek? Vraag aan Siri of je kan beatboxen. Dat ga ik doen. Dat vind ik grappig. En die vraag werd gesteld door D.Sanix. Siri, kan jij beatboxen? Ik heb een beetje met deze zin van oefenen. Boom, bada, boom, bada, boom, 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 bada, boom, bada, 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 boom, bada. Kun je de hele dag mee doorgaan? Bada, bada, boom, bada, boom, 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 bada, boom, bada, 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 boom, bada, boom, bada, boom. Het is echt perfect! Wat gebeurt hier? I love you. En dan tot slot, Nicky van Bezouw. Doe een van je favoriete filmscènes na. Een van mijn favoriete filmscènes, en dit is tegelijkertijd even een tribute aan Alan Rickman, die is overleden vorige week. Ik heb echt wel heel eventjes een klein beetje gehuild. Alan Rickman was een van mijn favoriete acteurs ooit. Een van mijn favoriete personages ooit heeft hij gespeeld. En dan ga ik bij deze even een scène kiezen uit Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Die scène wordt gespeeld door Alan Rickman en door Johnny Depp. Maar ik ga bij deze even... Nee, ik ga de tekst van allebei doen. Het is een hele vredige scène. Het is echt zo eentje waarbij je heel erg kan ontspannen en denkt van... Oh, wat is het leven toch prachtig. Ik ga een klein stukje naspelen. Benjamin Parker. Benjamin Parker! Oké, misschien was het niet zo'n hele vredige en liefdevolle scène. Het is namelijk de scène waarin Sweeney Todd de rechter vermoordt. Altijd gezellig. Is het gek dat dat een van mijn favoriete scènes is? I don't know. Misschien wel. Anyway, dit was mijn derdeske. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de duizenden vragen. Nou, niet duizenden, maar wel meer dan duizend uiteindelijk. Ik kan er natuurlijk niet meer dan dit doen, want dan wordt het echt een veel te lange video. Maar wees niet getreurd. Als jullie het leuk vinden, dan ga ik snel weer eentje maken. En daarom heel erg bedankt voor het kijken. Ik stuur jullie heel veel digitale hartjes. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei!